Wat is hier precies gebeurd? Boris van 12 is hier aangereden door een vrachtwagen en het heeft hem het leven gekost. Het jongetje stond precies daar op zijn moeder te wachten. Daar stond hij te wachten. Toen is hij in zijn rug gereden door die vrachtwagen. Dit is een enorm druk kruispunt. Zoals je ziet komt auto's, taxis, bussen, trams van alle kanten. Ik sta hier regelmatig gewoon kinderen te verzamelen om met z'n allen over te steken. Het duurt 10 minuten en het erg is dat iedereen hier in de buurt weet het. We hebben allemaal zoiets. Hadden we maar gebeld, hadden we het maar doorgedraafd. Want als je de lijst ongelukken bekijkt hier op het Marningsplein en elders in de Marningstraat, is gigantisch. Wat hoop je hiermee te bereiken? Nou ja, ik ben boos dat er gewoon niks gebeurt. Het is gewoon, wij fietsen hier dagelijks. En je houdt je hart vast. Het is zo onduidelijk. Mensen rijden zo hard. En het vervelende is dat het stadsdeel, zowel als de centrale stad, die erkent ook dat het een gevaarlijk stadsdeel is. Maar op dit moment is dit een beetje vervelend, omdat zij zeggen, dat hebben wij gewoon gezien, geanalyseerd, er moet iets gebeuren. We hebben het alleen uitgesteld, want er zijn meer belangen in het spel. Het gaat hier gewoon om een kind dat gewoon stond te wachten tot hij kon oversteken en die is er niet meer. En het is gewoon de zoveelste keer.